Sprak me aan dat geluid. Ik dacht, wat voor geluid hoor ik nou toch? En dat was dan met windhoorn. En toen ben ik op zoek gegaan naar wie kan me dat leren? En toen kwam ik bij Jan Schelvorst terecht op de Schelvorst. En die heeft me geleerd. En vanaf dat moment ben ik helemaal verslingerd aan de midwinterhoorn. Elk jaar gaan we in oktober, november gaan we oefenen. En met de advent mogen we lekker buiten spelen. Dus dat wil zeggen buiten blazen. Want voor advent is het verboden om buiten te blazen. Dat is een gegeven van alle midwinterhoornblazers weten dat niet voor advent buiten blazen. En dan met 1 advent gaan we los. En dan gaan we in de Gravenallee en bij scholen en bij kerken en bij wandeltochten en noem maar op. Dan kunnen we ons helemaal uitleven tot 6 januari met de drie koningen. En dan gaan we weer de boel opbergen. En dan kunnen we weer een jaar naar uitkijken van, het duurt wel een jaartje voordat we verder kunnen. Je hebt dus een soort van buurtschap van Almelo. De buurtschap Almelo waarbij de blazers bij elkaar komen. En dat zijn wij dan, de Beekelus blazers. Iedere zondag van advent blazen we op de Gravenallee. En daar ontmoeten we elkaar. Dan wordt er geblazen, is gezellig met elkaar. En we regelen ook als ze weer eens ergens naartoe moeten. En ik vond 25 jaar in Almelo wonen, vond ik me Twent genoeg om ook op de midwinterhoorn te mogen blazen. Ik begin in oktober meestal op zolder om de luchtspanning op te bouwen. Kijk, als je een instrument speelt, een blaasinstrument, dan blaas je elke week bij de harmonie of wat dan ook. Maar dat doe ik dus niet. Ik blaas gewoon alleen op de midwinterhoorn. En dan moet je elk jaar toch wel weer die lipspanning opbouwen. Want anders dan ben je aan het krummen en dan is het niet om aan te horen. Dit is het belangrijkste. Hier komt het geluid uit en dit is te versterken. En als die niet goed zit, dan kan deze ook niks beginnen. Dus die zijn op elkaar toch wel aangewezen. En dan komt het geluid van de midwinterhoorn tot zijn recht.